Daar is die weer, de crisis. Hier hadden al lang woningen moeten staan. Nu moet rente betaald worden voor de aangekochte grond. En wat er ook gebeurt, het wordt nooit meer als vroeger, voorspellen de kenners. Wat in Lansingerland afgelopen voorjaar al werd voorspeld, is gebeurd. Het meest financieel donkere scenario is het uiteindelijk geworden. Het tekort is opgelopen tot 286 miljoen euro. Hoe de bezuinigingen eruit gaan zien is nog niet helemaal duidelijk. Maar vragen ernaar is volgens de wethouder Financiën vragen naar de bekende weg. Nou ja, goed, dat weet u, kunt u zelf ook invullen. Maar dat is natuurlijk je hebt de OZB, je hebt subsidies waar je naar kan kijken. Je hebt het verminderen of op een ander niveau het onderhoud plegen. Nou, en daar zal de Raad een afweging in moeten maken. En die zullen een besluit moeten nemen. In een van de winkelcentra in Lansingerland is de gemeentelijke tegenvaller samen met het Prinsjesdagpakket morgen uit Den Haag zo te zien wel heel erg duidelijk voelbaar. En wij moeten maar bezuinigen. Zelf geven ze ze uit. En ja, je moet het betalen. Hè? We kunnen er niks aan doen. Als ik ermee bezig ga houden, ga ik wakker liggen. Nee, het gaat gelukkig hier nog wel. En alles inclusief de hond heeft nog te eten. Ja hoor, gaat allemaal nog goed. Dank u wel. Ik vind het schandalig. Want? Ja, want. 286 miljoen euro is voorlopig dus de bezuinigingsopdracht. En dat is veel voor een gemeente met maar 56.000 inwoners. En dan ook nog eens met volgend voorjaar gemeenteraadsverkiezingen is het de vraag welke korte termijn maatregelen de politiek echt durft te nemen om het tekort niet nog verder op te laten lopen.